denk dat wij gewoon een veel betere ploeg waren. Wij voetbalden continu. Zonder dat we echt top speelden, vond ik. Veel verkeerde keuzes. Ja, ik denk dat we het toch wel onszelf een stuk makkelijker hadden kunnen maken. Door gewoon wat makkelijker goede keuzes te maken. En dan maak ik denk voor de rust al 2-3-0. Want na de 1-0 heb je twee goede kansen op 2-0. En het stom moment van Sven kan een keer gebeuren. Komt er een vrije trap, schiet hij erin. En dat is denk ik echt het enige wat ze hebben gecreëerd. Of ja, het is niet eens gecreëerd. En dan gaat zo'n goal erin. Dus dan moet je weer opnieuw beginnen. En ik denk dat we de tweede helft goed uit de startblokken komen. Dus dat binnen, ik denk dat het in de 6 minuten tot 3-1 was. Ja, en daarna maken we het onszelf weer heel lastig door gewoon niet de vierde en de vijfde te maken. En ik denk, weer een fout van ons waardoor hun een goal maken. En voor de rest hebben ze helemaal niks gecreëerd. Dat is wel een compliment, maar die foutjes moeten er echt uit. Ja, dan wordt het tot twee keer zo eigenlijk weer onnodig spannend. Ja, wat je zegt, je moet het niet meer zo spannend maken. Want als je ten eerste die 4-1 maakt, dan is het gewoon klaar. Dan knakt er iets bij hun, dan gaan ze er niet meer vol voor. Plus, we moeten achterin gewoon scherper zijn op die momenten. De 10e overwinning op rij, de periodetitel is binnen. Ja, het gaat lekker. Ja, die periodetitel is een goede bijkomstigheid. Ik bedoel, we zijn nu weer zo dicht bij de Katwijk gekomen dat we dit niet meer zien als prijs. Voor de club is het leuk. Volgend jaar, voor onszelf natuurlijk ook, je stroomt weer in met de profclubs in het bekertoernooi. Maar we willen nu gewoon meer. En dan moeten we elke week blijven winnen, want de druk op Katwijk je moet erop blijven. Als wij één keer niet die overwinning binnenhalen, dan loopt het gat weer erg hoog op en dan wordt het lastig.